strafblad aan overhouden, maar ja, je weet het niet, een aantekeningetje. Zitten we straks met 15 mensen met een aantekening, kunnen we niet meer voor overheidsinstanties werken? Ik ben sowieso niet echt een oplossing. Niet meer op een school werken. Alles met kinderen denk ik niet meer. Eigenlijk heel veel niet meer. Je kan met een strafblad niet meer in een koffieshop werken. Dat is wel heel... Maar beseft iedereen wel echt wel... Ik vind het zo raar. Het is wel iets waar Jesse nou al over begint. Is ja, wel we zijn er, dit is ook weer zo'n punt waar we eigenlijk altijd aan voorbij zijn gegaan. Ik riep laatst nog tegen je, ik trek mijn handen vanaf, ik heb er niks mee te maken. Ja. Is natuurlijk niet zo. We zijn er allemaal bij betrokken. Maar wat vinden we er nou echt van? Oh, dan vind ik, als wat jij nu zegt, dan vind ik niet dat het door moet gaan. Vind je niet dat het door moet gaan? Nou kijk, ik neem de verantwoordelijkheid op me. Er niks. Alleen als hij zegt van joh, dat doe ik niet, dan kan hij Adriaan meenemen, omdat hij verantwoordelijk is voor die plantjes. Als wij zeggen als groep zijn van joh, Adriaan heeft die verantwoordelijkheid erover, ja, dan is dat in eerste instantie wel goed. En het gaat niet over een 6 planten, dan ben je wel echt een zwaar verhaal bezig. En dat is ook wel een belangrijk puntje. Ik heb toevallig online gelezen dat er een richtlijn is voor 0 tot 100, waarbij tot 5 inderdaad net iets anders mee om wordt gegaan. Maar wie kan de garantie hier binnen geven dat wij geen verklaring af hoeven te leggen of een aantekening krijgen? Maar het is 0 tot 1000 was het volgens mij, wat ik gelezen heb. Ik dacht 0 tot 100, 101 tot 500, 501 tot 1000. Oh. Je krijgt niet zomaar een aantekening, hè? Die aantekening krijg je pas als je geen afstand doet voor de plantjes, of dat je meer dan de gedoogde hoeveelheid hebt. En is het zo dat als jij in een huishouden... Ja. Of heb je dit te horen zeggen? Nee, dat weet ik zeker. Maar jongens, het is toch hartstikke bizar dat wij in Nederland voor een paar planten een aantekening of een strafblad kunnen krijgen. Ik denk dat dit best een heel mooi... Ik denk dat het een heel mooi platform is om te laten zien dat het... Of misschien verandering te kunnen brengen in... Ja, maar natuurlijk, maar we moeten ons wel beseffen, dat moet Jesse gelijk geven, waar wij aan bezig gaan. Kijk, wel je toekomst. En niet dat wij vooraf allemaal lachen, ha. En achteraf denken van, oh, wat heb ik gedaan, snap je? Nee. Kijk, het is wel, ja. Ja, in hoeverre is het telen van wiet nodig om een bepaalde opstand te creëren? Om wijzigingen, eventueel kamervragen. In hoeverre moet je daarvoor zelf de wet eerst overtreden om zo ver te gaan? Snap je? Dat is de vraag. Dat is het doel. We doen het toch niet omdat we graag regelmatig gestand willen zijn? Dat zou ik ook niet erg vinden. Laten we dat even... Kijk, zoals anderen regelmatig graag een biertje drinken, zou ik wel regelmatig wel een jointje lusten. Dus dat is een mooie bijkomstigheid. Maar om gewoon de discussie in de samenleving op te wekken, ja, dat is een heel groot... Voor de discussie is het natuurlijk... Ja. Nou ja, wel nodig, niet wel. Ja, ik denk dat uiteindelijkheid op die spullen, die plantjes, die staan hier om uiteindelijk ervan te gaan. Ja, dat zeg ik er ook. Ja, absoluut. Nee, maar daarom heb ik ze genomen. Ja. Ja, het is voor eigen gebruik en ook weer niet voor verkoop. En dat is ook heel erg duidelijk. En kijk, weet je wat het is? Het is met name gewoon voor de inwoners dat je wel niet weet waar we bezig zijn. Een spacecake te maken, een blootje te roken. Ja. Dus daar gaat het om. Het verzwarende ding is natuurlijk wel dat het ook op televisie komt en dat je de andere mensen mee belast. Hè, in de zin van wie dat als belasting ervaart. Dat kan nog een dingetje zijn. Het is natuurlijk ook een maatschappelijk thema. Ja. Stuur je aan op. Maar daar zou ik even met de advocaat over praten. Dat zijn allemaal dingen die daar je wel een beetje rekening mee moet houden. Het kan positief uitwerken, kan ook negatief. Ja, precies. Dus er zijn twee kanten wat het op kan. En, en op dit moment is het voor mij ook gewoon een grijs gebied. Ik weet ook niet, elke stap die ik zet, waar die heen gaat, ja. Het is een beetje uit enthousiasme zonder na te denken begonnen. Ik heb hier, voordat ik hier aan mee ging doen, heb ik ook al over nagedacht. Maar ik dacht, het zou toch te gek zijn als ik gewoon in Utopia mijn eigen wietplantjes kon kweken. Dus hier ben ik al langere tijd mee bezig. Het is niet zomaar uit een opwelling. Maar daarom zeg ik ook... Maar dat ik niet vanuit jou, maar misschien wel vanuit andere inwoners. Ja, oké. Daarom zeg ik ook, het is voor mij principiële overwegingen dat ik dit ben gaan doen. Maar hoe bedoel je uit andere inwoners dan jezelf? Nou ja, omdat ik denk dat nog niet iedereen zich voor dit gesprek of misschien nog steeds niet helemaal goed beseft wat we nou eigenlijk doen. Ja, maar ik denk ook niet dat... Adriaan heeft toch uit zichzelf besloten om wietplantjes te gaan kopen. Dat is toch ook niet een discussie aan deze tafel geweest of wij dat als groep die plantjes gingen kopen? Maar dat betekent toch wel dat wij erbij betrokken zijn. Wij wonen hier ook. Ja, maar eigenlijk komen we weer op dezelfde situatie uit. Dit is uit een eigen initiatief, net zoals een douchemuntje is uit eigen initiatief. Is dit een eigen initiatief van Adriaan? Die heeft ervoor besloten om die wietplanten te gaan kopen. Het is niet aan mij gevraagd of ik wou dat ik hier wietplanten wou hebben. Dat is ik ga ervan uit dat Adriaan daar zorg voor draagt en daar ook verantwoordelijk voor is. En als ik daar niet mee geassocieerd zou willen worden,
dat ik dat dan ook niet hoef. Ja, en als dat zo heftig is, zoals dat nu blijkt te zijn, had ik het wel inderdaad netjes gevonden als dat van tevoren met de groep besproken werd. Want ik wil daar ook echt niks mee te maken. Maar dat is dus de grote vraag, hè? Ik kan geen zinnig antwoord geven op de vraag wie moet er straks eventueel een verklaring afleggen. In principe zijn ze van Adriaan. Maar wat zijn onze verplichtingen als burger? Ja, hoe werkt dat in een huishouden? Is het in een huishouden zo als jij met gewoon een paar mensen in een huis woont, dat iedereen verantwoordelijk is? Ik denk dat je meldplicht hebt. Nee, ook niet. Dat is niet waar. Je hebt geen meldplicht bij zulke dingen. Kijk, het is een grijs gebied waar je in zit, maar je bent niet verplicht als je weet dat de buurman wietplant heeft, dat je dat ook meldt. En je kan dat ook nooit bewijzen. Nou, er zit een heel ander principe natuurlijk. Maar het hele huishouden is daar toch niet verantwoordelijk voor? Nee, klopt. Iemand is toch verantwoordelijk voor die planten? Het klopt helemaal. Maar als de verantwoordelijkheid er niet uitkomt, wordt iedereen opgepakt. Maar dus in een grijs gebied kunnen we dus geen garantie. Nee, maar we kunnen wel zeggen als groep zijnde van joh, Adriaan neemt de verantwoordelijkheid op zich. Dat heeft hij zelf ook beaamd. Wij als groep vinden dat ook prima, dus we schuiven de verantwoordelijkheid naar Adriaan. Ja. Want Adriaan is een project. Dan is dat ook wat wij nu hebben besloten als groep. Dan heeft hij gewoon de verantwoordelijkheid. Hebben dat gewoon kan hij niet even uitleggen hoe dat is? Ik wil hier graag wat over zeggen, want Adriaan en ik hebben een drietal advocatenkantoren aangeschreven. Joh, dit is een situatie waar we in zitten. Dit project gaan wij zo aan en we zijn ons ervan bewust dat er mogelijke risico's aan verbonden zijn. En toen hebben we ook van een van die kantoren al reactie gehad van joh, interessant project en wij gaan open voor advies wat wij per mail aan jullie kunnen verschaffen. Dus als er mensen zijn met vragen waar je een duidelijk antwoord op wil hebben, dan kunnen we die meenemen en dan in de mail. Dan denk ik dat ik voor deze vraag zou gaan. Ja. Verantwoordelijkheid en eventuele gevolgen voor de groep. Inwoners die hier geen initiatiefnemer in zijn. En niks mee te maken willen hebben. Ja. Ja. Maar ook wel de situatie uitleggen dat het gezien kan worden en dat het belastend kan zijn. Ja, ja dat snap ik. Ja, maar zijn mensen pas verantwoordelijk als er mee wordt gedaan of mee wordt gerookt gegeten met plantjes? Dat maakt niks uit. Dat maakt niet uit. Ja, dus het gaat er gewoon om van zijn we met z'n allen verantwoordelijk als ze hier staan? Of ben ik alleen verantwoordelijk omdat ik de verantwoordelijkhed op me neem? Wie wil de verantwoordelijkheid hiervoor nemen? Waarvoor nemen? Voor de planten. Maar jullie willen het wel, maar jullie krijgen het niet, want de planten zijn van mij. Ja. Ja. Ja, nee, maar laten we het even gewoon heel duidelijk opstellen. Ik ben ook meer dat je weet dat wij er wel achter staan. Snap ik, dat vind ik echt super tof. Maar de planten zijn van mij. Ja. Het gebruik van de planten is voor ons allemaal. Wel, iedereen is daar vrij en niemand hoeft er iets te laten. Maar ik neem de verantwoordelijkheid op me van de planten. En als je, Adriaan, sorry. Laat staan dat de politie hier op de stoep staat. En zij zeggen, wij willen graag die planten meenemen. Want wij gedogen, wij willen dat. Laat nou staan dat, en als het blijkt dat als dat niet gebeurt, als die planten, weet je, als wij ze niet, of dat jij ze niet afstaat, dat daar de hele groep verantwoordelijk voor is, dan neem ik aan dat je de verantwoordelijkheid neemt. Omdat dan de hele groep ermee belast wordt, dat je dan misschien een overweging neemt om ze dan wel mee te geven. En als het je eigen verantwoordelijkheid is, dat je dan je eigen keuzes maakt. Ja, als de hele groep er verantwoordelijk voor is, dan kan ik niet egoïstisch zijn. Dus dan moet ik inbinden. Want dan zijn er mensen die kan belasten met dingen wat niet goed is. Maar ik ga er voor dusverre nog van uit dat ik gewoon de verantwoordelijkheid draag en dat ik ze niet zomaar meegeef. Oké. Ja, want echt, kijk, als ik bijvoorbeeld een oud vrouwtje lastgeval of een tasje afpak wil, dat ik daarvoor gestraft word, vind ik heel normaal. Maar dat ik in Nederland, in een vrij land, wat wij zeggen, gestraft word voor dat ik een plant in mijn tuin zet, dat vind ik kwalijk. Want het is een plant en ik snap dat ik daar niet in het verkeer mag nemen, want dat ik onder invloed ben, snap ik ook dat daar regels voor zijn. Maar het is een plant waar we het over hebben. Het is een plant waar 0,0 schadelijke stoffen in zit. En tuurlijk, er zitten stoffen in waar je anders van wordt, maar er zit in een biertje ook. Een biertje is wel schadelijk. Ja, en een biertje is schadelijk ook nog. Dus ik wil die discussie en ik wil die strijd wel aangaan met oom overheid. En ik ben daar niet bang voor. Ik denk alleen dat het roepen het is een plant wel heel erg, ja, ik weet niet, een beetje oppervlakkig is. Wat van een normale plant kan je natuurlijk gewoon nog auto rijden. Wat blieft? Van een normale plant kan je natuurlijk gewoon nog auto rijden. Auto rijden? Daar had je het toch net over? Ja, maar nee, maar kijk, natuurlijk, van een normale plant kun je auto rijden. Maar het is natuurlijk wel zo van, als ik s'avonds een jointje rook, laat ik de auto gewoon staan. Gewoon, dus dan verkies ik net zo. Daar hebben we hem nu ook niet over natuurlijk. Wat Adriaan bedoelt is, het is een natuurproduct. Het is een natuurproduct. Het komt vanuit de natuur, mensen. Het is gewoon van moeder natuur.
waar wij ook vandaan komen, hoe je het ook bent verkeerd, die heeft het gemaakt, zodat wij het tot ons kunnen nemen. Ja, maar en dat is waar jij je hart voor wil maken, maar dat is niet echt... Kijk, we hebben het nu in de basis over waar beginnen we aan. En niet hoe ga jij uiteindelijk... Nee, maar iemand anders, waar mij het om gaat in deze stelling, iemand anders, een overheid, dat die regels en wetten maakt om het ons veiliger te maken en te zorgen dat wij gewoon normaal kunnen leven en dat we niet door rood heen lopen, dan krijg je een boete, want dan kun je een onveilige situatie van anderen creëren, snap ik. Maar dat een overheid voor mij een wet bepaalt dat ik een plant wel of niet mag kweken, wel, ongeacht dat er niks schadelijks in zit, dat vind ik een discussie waardig. En daar wil ik me wel hard voor maken. Okay, dus daar wil ik voor strijden. Goed. Dan denk ik dat het ook goed is om de vraag te stellen aan de advocaat. Wat als er straks stoppen aankomen? Er worden jointjes van gedraaid. De inwoners gaan er dan alsnog van roken. Andere inwoners dan Adriaan, wat dan? Ja, maar consumeren van product. Ja. Ja. Je hebt natuurlijk een product verkregen die gekweekt is op een manier waarop het eigenlijk niet mogelijk is. Je hebt je een coffeeshop open, maar de coffeeshop heeft er een vergunning voor. Ja. Dus tot 5 gram is iedereen gevrijwaard dat er niks kan gebeuren. Dus als om te kopen. Om te kopen, maar ook bij zich te dragen. Om bij je te hebben. Om bij je te hebben. Ja, maar dan heb je hem dus wel gekocht in een coffeeshop, gaan we dan vanuit, hè? Ja. In de regel, die een vergunning heeft. Maar dan wordt het zelf gekweekt. Die zou je in moeten leveren, wat het dus niet oké maakt. Ja. Wat nou als dan de rest van de groep daar ook van gaat roken? Mm-hmm. Nou, we kunnen allemaal gaan vragen, natuurlijk. Dat zijn dus allemaal dingen, weet je. Ja. Het is wel echt heel belangrijk om te weten. Want ik heb er geen zin in om straks een verklaring af te moeten gaan leggen. Nee, maar je bent niet verplicht om te verklaren. Je mag ook op je site... Nee, maar überhaupt niet om erop aangesproken te worden of zometeen met de politieagent te moeten gaan praten erover. Met alle respect. Dat, ja. Weet je, ik ga ook niemand hier iets verbieden, want we hebben wel een vrije utopie. En ik begrijp dat dit platform perfect geschikt is om dingen te proberen. Ja. Alleen, het is niet mijn ding. Nee, ja, absoluut. Ja. Klopt. Ja, maar dan kunnen we allemaal vragen aan de advocaat. Kijk, weet je wat het is, jongens? Ik wil straks, als ik buiten kom, wil ik wellicht een crypto-investeringsmaatschappij. Ja. En dan heb ik er gewoon niet zo heel erg veel zin in om dat soort dingen uit te moeten gaan leggen. Ja. Ik wil daar gewoon ver vanaf blijven. Ja, maar dat is logisch, toch? Ja. Ik bedoel, dat is... Okay. In principe wil niemand een strafblad of een aantekening. Of, nee, maar of geassocieerd worden met... bereid om zo ver te gaan om uit te brengen. Okay. En ik niet. Ik ben oké met dat je het in de coffeeshop kan kopen. Ben je daar oké mee? Dat je gewoon... Een jointje in de coffeeshop kan kopen, daar ben ik oké mee. En het is mij het niet waard om het risico te nemen, alle risico's van dien, eventueel niet overhandigen. En daarbij een aantekening en of een strafblad te krijgen. Dus daarom ben ik geen initiatiefnemer van dit verhaal. Ja, dat is goed. En ik snap dat je je daar van vrijwaarde wil. Het is mij, zeg maar, de hele actie is mij niet genoeg waard om mezelf eraan te koppelen. Ja, ik snap dat je je naam niet aan koppelen. Ja. Slecht. Natuurlijk, dus de vragen die we net hebben geformuleerd, die heb ik hier op papier gezet. En, die gaan ze nog uittypen. Dan, als mensen nog aanvullende dingen te binnen schieten van, joh, hoe zit dat? Dan kunnen we dat meenemen ook in het bericht. Ja. Ja, mooi. Maar ik denk wel dat het interessant genoeg is om daar de spreker voor uit te nodigen. Ja. En misschien moet je dan ook eventjes aan hem vragen of, ja, maar dat is natuurlijk het voorlichting. Ik denk dat we dat wel gewoon uit de BV kunnen betalen. Ik heb daarentegen wel ook het gesprek bij de computer met Adriaan gehad over de betaling van de wietzaadjes. Mm-hmm. En heb ik gezegd, joh, ik weet niet of het handig is om dit soort dingen vanuit de BV te doen. Ik heb ze zelf gekost. Dan wordt het zeg maar gewoon een besloten vennootschap die uiteindelijk het illegaal kweken van wiet financiert. Ja. Nee, maar het is wel zo wat hij zegt. Ja, nee, dat klopt. Volgens mij in mijn niet. Hoofd, ik ken het dat klopt niet uit mijn hoofd, maar dat is volgens mij niet oké. Okay. Nee, dat klopt. Dus Adriaan heeft het van zijn zakgeld betaald. Goed. Daarbij heeft wel de BV als betaalrekening gefungeerd. Oeh. Lening verstrekt. Nee. Ja, we hebben niet echt een andere manier om te betalen. Nee, ja, dat is het.